Natuurlijk sta ik op alle apparaten. Iets beter dicht doen. Nou, nog beter. Zo. Hey, we zijn bij ons vertrouwde wasstraat. Ja. Tijd van feedback, hè? Oh, dan nog, ja. Ja. Even kijken, hoe gaan we dit ding neerzetten? Zo dan. Ja. Ja, of laten we eerst afrekenen? Ja, laten we dat maar doen. Nou ja, dan kan ik namelijk ook gelijk even mijn feedback erbij pakken. Eens kijken. Zonnebril niet op sterkte, niet handig met schermpjes. Oh ja. Oh. Plasticje over de achterwisser van onze voorganger. Hoi, ik wil de basiswas alsjeblieft. Zijn ze nou duurder geworden? Nee, met Kiki neem ik tegenwoordig de, of neem ik de Titan Polish, want dat is de enige die met die zwabbers is en die wil... Oké. Maar Kiki durft dus weer door de wasstraat. Geweldig joh, ja. Je bent al 2 keer geweest. Ja. Rondje mee? Nee hoor, dank je. Joe. Nee, ze vindt het helemaal te gek. Met keren van plezier. Fantastisch, ja. Dus je hebt nu de schoonste afgerachte bak van de straat. Ja. Yep. Ja, ik ga al gewoon... Die draadjes weg. Nu dus... elke week, dus één keer in de twee weken met jou. Oh, leuk. Hey, dit is nieuw. Of niet? Ik weet niet. Hey, feedback, want we zitten in de wasstraat. Ja. Ten eerste, als jullie dit op het internet zien, dan heb je echt wat gemist. Want we hebben dus ook een live viewing, een sneak preview gehad. En voor als je bij de sneak preview zit, hallo! Hoi! Ik heb de vorige keer feedback gekregen, hebben we feedback gekregen van 2 mensen, van 1 reanimatie. En die vond de quote van Vasilis van jou heel erg geweldig. Maar hij zegt niet welke. Oh, oké. Okay. En onze vriend Underscore DJ... met SEO. SEO en toegankelijkheid. Ja, nee, hij zei van SEO is wel goed vrienden. Ja, precies. Ja, maar CEO is geen persoon, dus die kan niet goed of slecht zijn. Het kan alleen goed of slecht toegepast worden. Ja. Maar dat te zijn. Ja. En onze vriend Underscore DDK. Ja. Met 2 rare... Ja. Hoe heet hij? Dave. Oh, Dave. Oké. Okay. Ja, ik zie alleen maar 2 slashes. Als je kijkt naar die haakjes, dan staat daar Dave. Oh, really? Dave. Jeez. Ja. Nice. Ja. Die vindt dat we niet streng genoeg zijn over het kwaad wat IE10 heet. Oh? Ja. IE10 valt toch wel mee? Nee, dat was hij stuurde een link mee van dat IE Kills. Er is een website ergens die heet Internet Explorer Moord. Oké. Okay. Dus er zijn vrij uitgesproken meningen over Internet Explorer. Nou ja, Internet Explorer 6 en 7 en 8 zijn inderdaad wel vijandig geweest voor de snelle ontwikkeling van het web, dat klopt. Ja. Maar 9 en 10 zijn een beetje niks browsers, totaal oninteressante browsers waar je nauwelijks op hoeft te testen. Zeg maar, de middle of the road browsers. Het werkt wel en als het niet werkt, ja, who cares, dan ziet het er niet zo mooi uit. Maar dat zijn die mensen wel gewend. Want die zijn gewend om met Internet Explorer te werken. Het is een beetje een meh. Ja. Wat hebben ze, kan je het zien als dat ze de achterstand hebben ingehaald in die browser? Ja, absoluut. Nog niet, hè, want wat je ziet is dat ze een hele trage release cycle hebben. Ja, precies, ja. Dus de achterstand is snel weer. Ik heb het idee dat ze ook niet echt belang hebben bij om IE beter te maken. Jawel, dat ze, dat absoluut. Ze zijn heel erg bezig. Hoe doen ze dat niet? Dan moet het toch een fantastisch... Het is een hele goede browser. IE10 is een hele goede browser. Okay. Echt een hele goede. Gewoon
Die kan je gebruiken. Ik zou hem niet gebruiken, want hij wordt langzaam geüpdate. Dus ik zou Firefox eens in een half jaar of net zoals Safari. Safari zou ik ook niet gebruiken. Maar is dat voor security of is dat... Enfin, nou, wordt het, om lekker up-to-date te zijn. Laten we nog even hebben over ons. Heb jij nog feedback? Nee, eigenlijk niet. Dat was het zover ik weet. Ik heb nog wel een feedback. Goede reacties op dat we een viewing gaan doen natuurlijk. Ja. Ik heb echt een bizarre feedback gekregen. Kom op. Nou, de meeste feedback ooit hebben we natuurlijk gekregen op het Rijksmuseum verhaal. Hè, ja. Ik zei dat het Rijksmuseum de beste website ooit is. Ja. En waarbij ik Q42 de hemel in prees als het beste nerdbureau. En ik kwam nu laatst, 2 weken geleden ongeveer, kwam ik thuis na een vergadering van Frontiers. Ja. En toen hing daar een bizar kunstwerk aan de muur. Mensen die mij kennen, die weten dat ik een hekel heb aan QR-codes. En dat ik dat afschuwelijk lelijke dingen vind. En nu hing er een grote driehoek op mijn muur van, ik denk 7 bij 7 of 6 bij 6, weet ik eigenlijk niet meer. Maar in elk geval veel QR-codes. Ja, ja, ja. En alle QR-codes. Bij jou thuis aan de bij muur? Bij mij thuis aan de muur. Wat en Katrien ernaast die stond heel hard te grinniken. En die vertelde niet wat het was. En er stond en die punt, die driehoek, die wijst dan naar de woorden Rijks-Vasilis. Wat? Wat is dit? Echt, het ziet er mooi uit. Ja, het zijn ja, dus ja, allemaal QR-codes. Oh, wauw joh. Dus ik zei, nou ja, dan moet ik maar een QR-code scanner gaan. Want wie kan dit nou gemaakt hebben? Want Q42 kon het niet zijn. Nee. Want Q42 kent mij niet goed genoeg om te weten dat ik een hekel heb aan QR-code. Ja, precies, ja. Dat, jij zit nog op de stoep, hè? Ja, ik zet hem hier op de stoep. Dus ik, nou, wat zal het dan? Wie zal het wel zijn? Dus ik heb een QR-code scanner gedownload, wat echt afschuwelijke stukjes programma zijn. Ja, allemaal precies, evil. Ja. Ja. Dus ik ben gaan scannen. En al die QR-codes die linkten naar foto's van werken op op de Rijksmuseum site. Oh. Alleen het probleem was dat net op dat moment de site het niet deed. Het was gewoon offline. Dus dit is nou niet het. Ik wilde gaan uitzoeken wie het was. Ja, ja, ja. Maar goed, het blijken de mensen, de briljante mensen van Eend te zijn geweest. Ja. Wat inderdaad goede vrienden zijn. En als de, hoe heet het, had gedaan, dan had ik daar achter kunnen komen als die de site het had gedaan. Met allemaal foto's van, of allemaal werken met komkommer erin. Of met Japans. En we hebben laatst Japans gegeten. En een kopje thee, van kom eens een kopje thee drinken. Super mooi, oh, fantastisch. Gaaf, maar ook de mooiste onzin die ik ooit heb gezien. Het is het gewoon. Wat een compleet onzinnig ding. Nou, complimenten dus. Dit is dus blijkbaar de manier om in de wasstraat te komen. Ja, gave dingen maken voor Vasilis. Maak een prachtig kunstwerk voor me. Ja, precies. Ja. Ja. Dus, hey, ik gooi even de camera erop. Ja, zo, dan moet ik weer afkoppelen. Zo. Ja, echt zo gaaf. En het ergste is, ik liet dus zien, of het ergste, dat was hilarisch. Ik liet aan Kiki zien, mijn dochtertje van 5. En kijk, als je een foto maakt van dit dingetje, dan verschijnt er een prachtig plaatje. Dus Kiki was helemaal enthousiast. Ze heeft een eigen oud X'sje waar ze zelf mee foto's maakt. Dus zij zat met haar oude X's, begon ze foto's te maken van... Oh, we gaan weer. Begon ze foto's te maken van QR-codes. Maar dat werkt natuurlijk niet, er gebeurt er niks. Of van die QR-codes bij ons aan de muur, want ze hebben die mooie plaatjes zien. Ze zijn helemaal enthousiast. Ja. Yeah. Oh. En gebeurt van alles hier. Dus nou, met haar eigen fototoestel werkte het niet. Dus toen zei ze, papa, ik wil je telefoon. Hè? Met mijn telefoon werkte het wel, dat had ze gezien. Dus toen heeft ze allemaal foto's zitten maken van die QR-codes, maar het werkte niet. Want ze gebruikte natuurlijk mijn gewone camera.
Dus, maar we hebben, zij heeft echt heel veel heeft ze ermee zitten spelen. De hele tijd maar. Maar Kiki? Kiki. Ja. Foto's ervan maken en een prachtig beeldje, Japans beeldje van een konijntje. Wat ze echt zo mooi vond. Dat ze de hele tijd foto's van maakte. Een hele mooie schilderij van een zwaan. Ja. Er zitten echt prachtige dingen tussen. Het is goed uitgekozen allemaal. Staat ook online. Rijksvasilis.com. En daar kan je... Daar staan alle QR-codes. En die kan je dus scannen. Dus je moet dan van je beeldscherm... nergens op klikken. Oh, je God. Het is echt zo ontzettend offline. Goed. Echt. Wat een onzin zeg. Maar wat ik mooi vond, was dat ik dus met Kiki liep ik laatst over straat. En er stonden busjes bij ons voor de deur van een of ander aannemersbedrijf. Hmm. En... daar stond een QR-code achterop. En Kiki van, oh, een QR-code! Ja. Kijk, kijk, papa, kijk, daar moeten we een foto van maken. Oh, wat leuk, joh. Dus ik zo, schatje, je gaat nu heel erg teleurgesteld raken. Want de enige QR-codes die mooi zijn, dat zijn de QR-codes bij ons thuis. De rest is gewoon lelijk. Ja. Nou, die was inderdaad heel erg teleurgesteld. En maar dan bedoel je waar ze naar wijzen of hoe ze werken of wat bedoel je dan? Zij weet nu, als ik een foto maak van een, of zij dacht, als ik een foto maak van zo'n QR-code, dan krijg ik een prachtig plaatje te zien. Ja. Het is een verrassing en iets moois. Ja, precies. En het is inderdaad een verrassing, maar nu krijgen ze dus een site van een loodgietersbedrijf te zien. Ja, dat is geen fuck aan. Nee. Op geen enkele manier is dat tof. Ook een niet voor mobiel geoptimaliseerde site van een loodgietersbedrijf. Ook. Wauw. Sommige mensen snappen het niet. QR-codes. Nou goed. Maar die, ik ben er dus nu iets. Er bestaan fantastische QR-codes. En die hangen bij mij aan de muur. En je kan ze bekijken op rijksfacilities.com. Nou. Ja, en dat is het stukje onzin. Ik hou heel erg van onzin. Hè? Ik heb een website Love Nonsense. Waarin ik schreef over ons.